Hallo, ik ben Martje Vroeven. Ik ben boerenbeeldend kunstenaar en verzamelaar. Als kind wilde ik, ja, 12, 13 jaar wilde ik heel graag kunstenaar geworden. Gewoon, ik kan me het gevoel van de eerste keer in een museum nog heel goed herinneren. Het was net een warme deken, echt zoiets van wauw, als je hierbij mag horen of die sfeer vaker mag proeven, weet ik veel, echt dan. Ja, dat was geweldig. Dus, nou ja, boerengezin, mocht niet naar de kunstacademie, heel eenvoudig. Hooguit verpleegster of onderwijzeres. Maar toen was ik 21 en toen ben ik naar de academie gegaan. Van tevoren nog creatieve therapie, want het was creatief en sociaal. Daar konden ze niks op tegen hebben. En toen naar de academie hield in dat ik het zelf moest betalen. Heb ik ook gedaan. En ik vond het een verrukkelijke tijd, de hele academietijd. Welke disciplines heb je daar? Ik had de afdeling monumentaal. Ik heb ook nog een jaar keramiek gedaan. Drie disciplines. Toen wandkleden, dat is een tijdje in de Verdomhoek geweest. Ruimtelijk van textiel en collages. Ik ga hier die lange haren eruit halen met gevorkte uiteinden. En ik ben met die haren bezig. Dat huid en haar, ja, dat is dat is onderdeel van mijn werk. En soms. Dit is het tegenovergestelde van rendierharen. Deze zijn hard, taai, scherp. Oei, dat is echt een hele tros. Ruimtelijk van textiel, dan moet je voorstellen, zijn objecten. Dat is ook heel breed natuurlijk. Ik bedoel, op het moment dat het niet meer tweedimensionaal is, is het eigenlijk driedimensionaal, dus ruimtelijk. Collages was toen een beetje à la Kurt Schwitters assembleren, deformeren, plakken, dat weet ik allemaal wat. En wandkleden was, heb ik toen gedaan, drie schilderijen, naar aanleiding van een ontwerp met machinaal borduren. Dus echt dunne stofjes, dan ga je gewoon eigenlijk aquarelleren met stofjes op een enorm stuk stof. En hier heb ik al een beetje een ontwerp gemaakt. Deze zitten al vast, maar die zijn nog lang niet goed. En dan probeer ik zo verder te gaan met dit ontwerp. En dan moet ik ze vast gaan plakken. Dit ga ik herhalen tot ik op een gegeven moment zeg van, nu is het goed. Kijk, het wordt steeds spannender. Als je een thema volgt en je bent een schilder puur sang, ja, dan heb je doek nodig. Hè? Of papier, of weet ik veel. Maar als je een beetje laat leiden door de materialen, dan kom je op hele andere wegen. Ga je hele andere dingen doen. Waar komt die liefde van, voor die materialen die je gebruikt vandaan? Ik kan me niet herinneren dat ik het niet heb gehad. Dus ik ben een boerendochter, misschien dat daarmee te maken heeft. Dat ik toch wel altijd tussen de dieren. En ja, dat heb ik altijd heel fascinerend gevonden. Ja, en deze, daar moet ik nog een ontwerp van maken. Ik kan ze, wat ik daar heb gedaan, heel willekeurig of onwillekeurig tegen de muur zetten. Maar daar ben ik gewoon ook nog niet uit. Kijk, zo krijg je natuurlijk een heel ander beeld. Wat zijn concrete materialen die je door dat boerenleven bent gaan gebruiken? Bontjassen, haren, tanden, eigenlijk alle afval wat een beetje verhorend is. Bijvoorbeeld veren of stekels van een stekelvarken. Dat is eigenlijk dezelfde materie dan een veer, maar dan zonder die zijveertjes, die kleine veertjes. Ja. Tanden, maar ja, daar kom je niet zo gauw aan. Snap je? Maar krokodillentanden vind ik ook prachtig. Ja, gelukkig. Mag natuurlijk helemaal niet. Maar als ik daar zou wonen, ik zou gaan zoeken, dan werd ik een rivierjutter. Dus ik ben er nog steeds, was ik als kind al, maar daar ben ik nu nog steeds door geboeid. Verschillende huiden met haren, zonder haren. Hoe de haren kun je gebruiken, hoe ziet het eruit? Een echte reden, ik bedoel, heb ik wat dat betreft niet.
ook heel esthetisch, sommige dingen, sommige niet. Ik bedoel, het kan er ook heel smerig uitzien. Of bijvoorbeeld een heleboel mensen griezelen toch bij de schubben van de slangenhuid. Terwijl ik die segmentjes het herhalen. Het is zo logisch en het is heel indrukwekkend. En dat vind ik altijd zo gek, want als je iets ziet, het is heel logisch. Het klopt. Ja, het is de natuur, maar er zit ook een systeem achter. Precies, precies. Dat verwacht je niet bij een natuur op het eerste gezicht. Nee, maar dat is wel zo, alles. Ja. Mm-hmm. Met segmentjes of schubben of wat het, of veren of schachtjes, alles. Ik werk geen concept uit, weet je wel. Er zijn dus kunstenaars die echt een ontwerp maken, tekeningetje, materiaal schetsen, bla bla bla. Maar normaal gesproken werk ik zo niet. Het gebeurt gewoon. Zelf denk ik wel eens ooit eens een stukje, ja, misschien helemaal niet goed gezegd, maar fysieke filosofie. Ik ben geen filosoof, maar doordat je met materialen werkt, gebeuren dingen vanzelf. Is er een je gaat erover nadenken. Door het werken, door je handen, ontstaat er weer wat anders. En soms gebeurt er iets, dan krijg je cadeautjes. Ineens zeg je van, hey, dit klopt. Of dat geeft een schakel naar weer een nieuwe stap. Soms werk je een maand en er gebeurt er niet veel, dan werk je stug door. En ineens ga je voor jezelf, je weet het wanneer, 2 of 3 stappen vooruit. Nou, dan klap je in je handen, want dat gebeurt niet iedere dag. Kijk, want zo krijg je een heel ander beeld. Wat ook kan, maar als ik die keurig trapsgewijs ga neerleggen. Zie je dat? Ja. Kijk, en dan krijg je een heel ander lijnenspel. En dan moet ik een keuze maken van, wil ik ze heel onwillekeurig, wil ik ze willekeurig, wil ik orde, wil ik wanorde? En ik ben natuurlijk een afschuwelijke verzamelaar. Heb ik ook altijd gehad. Ja, dus soms vind ik er zelf word ik er moe van, maar ja, ik vind het eigenlijk ook al heel leuk. Ja, rommelmarkten nu niet meer, want dan denk ik, nou ben ik pas verhuisd. Maar ik was een frequente rommelmarktganger. Nou ja, daar vond ik ook de meest gekke dingen van ja, soms bijvoorbeeld een doos vol knoopjes. Of wat was de andere weer? Een doos met schelpjes. Nou ja, dat vind ik dan verrukkelijk, want dan denk ik meteen, oh wauw. Daar ga ik iets mee doen, weet ik soms al wat, soms nog niet. En ja, de krokodilletjes, dan denken mensen, hoe kom je eraan? Maar het meeste is rommelmarkt. Ik weet dat er gewoon bontjassen in de vuilnis worden gegooid en opgeruimd. En dan denk ik, nou, laat mij ze maar ergens opkopen en er iets geks mee doen. Ze zijn misschien derde, vierde, vijfde hands. En ik zal nooit een opdracht geven om een dier dood te maken. En ik zou, als ik morgen de kans kreeg, alle nertsfokkerijen, alle beestjes in hokjes, een stop, hoe moet ik zeggen, een einde eraan maken. Maar wie ben ik? Dat kan niet. Maar ik vind het ook heel hypocriet om dingen die er zijn weg te gooien. Om te zeggen, oh ja, het is van een dier, dus dan moeten we afblijven. Nou, wat doe je ermee? Als mensen het in mooie kastjes zouden hangen, zou ik zeggen, prima. Maar ze gooien het letterlijk weg. Ja, hoe moet ik het zeggen? Letterlijk verdringen en verbergen. Nou, dat vind ik ook niet goed. Nee, ja, dat doet het dier nog minder recht eigenlijk dan. Ja, precies, en wij zijn natuurlijk overvoerd, maar dan lees ik ook ooit die boeken van de Indianen. Nou, die gebruiken een dier, die slachten ook een dier, maar dan gaat diervriendelijk en dan wordt er alles van gebruikt. Eskimo's idem dito. En dan denk ik, ja, ik hoop, zo goed ken ik ze ook niet natuurlijk, maar ik hoop en ik denk ook wel dat ze toch altijd respect hebben gehad voor de natuur. Nou, dat heb ik wel. Ik heb respect voor de natuur, durf ik hardop te zeggen.
ik zie veel ronde vormen en bijvoorbeeld ei-achtige vormen. Van waar die fascinatie voor dat? Nou, omdat ik altijd ook schedeltjes met mijn oudste zoon, Job, heb ik schedeltjes verzameld en schoongemaakt. Nou, en dan is de ene keer in het water, de andere keer begraaf je ze gewoon uitproberen wat het beste werkt. Nou ja, dan kom je bij maaien terecht. En alles in de natuur wordt opgeruimd. Tot met schedels, duurt wel wat te lang. Maar alles wordt opgeruimd. Nou, en dan zie je dat alles heeft ook weer een restant. Weet je wel, je hebt bij de auto's de uitlaatgassen en het milieutoestand. Maar je hebt bij die beestjes, bijvoorbeeld van die bromvliegen, nou, dan krijg je die hele kleine cocons waar een nieuw vliegje in groeit. Op een gegeven moment breekt die cocon open, de vliegje vliegt weg en er blijft een omhulsel over. Nou, die vind ik vaak prachtig om te zien, ook van roggen, eitjes. En die ga ik dan groot maken, ga ik proberen uit te vergroten en met mijn idee of hoe ik ze zie als kunstenaar te weergeven of weer te geven. Ik moet wel goed Nederlands zeggen, hè? Weer te geven. Het moet je pakken of het moet je niet pakken. En het is ook heel verschillend. Sommige mensen vinden het echt griezelig. En sommigen vinden het goed. Als je terugkijkt, bedoel ik, zie ook dat het werk was niet zo intens toen ik kleine kinderen had. Het was zo versnipperd dat ik als een gek die tijd die ik dan over had ging werken. Maar daar kwam het werk niet te goede. Ik heb ook op de academie en daarna nog heel veel met kleur gewerkt. En een stuk van mijn huwelijk, waar ook geen succes was, heb ik heel veel donker gewerkt, maar daar was ik me toen niet van bewust. Jij vraagt het nu en als ik dan terugkijk, denk ik, verrip, ja, er zijn fases, er zijn episodes dat nu logisch is, maar als je erin zit, weet je dat niet. Ik denk naarmate je ouder wordt, je moet eigenlijk dicht bij jezelf blijven, want anders dan blokkeert het. Dan hou je jezelf voor de gek. Het sluipt erin. Ik bedoel, wij waren echt heel erg katholiek. Oudste broer werd priester. En op een gegeven moment durfde ik te zeggen van, nou, het katholieke geloof zegt mij niet meer zoveel. Ik pas ermee. Ik ben net lui genoeg om me uit te laten schrijven. Maar ik durf nu werkstukken te maken. Een persiflage op het katholieke geloof. Of gewoon een, ja, meestal nog wel een humoristische link, maar toch dat sommige katholieken denken van, oei, oei, had je het beter niet kunnen doen. En dan denk ik, nou, ik vind het heel goed van mezelf dat ik dat nu durf. Met mijn 62, toen ik 40 was of 30, durfde ik dat niet. Jammer om iemand of aanstoot te geven of voor het commentaar of je mag niks in het gekke trekken. En nu denk ik, kom nou, het is mijn visie op het katholicisme, klaar. En is er iemand niet mee eens, denk ik, nu pech gehad. Voel je je bevoorrecht door ja. Zo... Ja, ik word er niet rijk door, vind ik wel jammer. Ik ben geen Jeff Koons. Maar goed. Nee, dat is nou... Nou, als het iets meer financieel gewaardeerd werd, zou ik wel leuk vinden. Maar ik ben heel gelukkig, want anders is het natuurlijk lulkoek. Moet ik een ander de beroep kiezen en gewoon gaan werken. Maar ik vind het nog steeds heel leuk. Heel fijn, heel goed. Alles bij elkaar. Vind je het lastiger geworden nu? Wat merk jij van die druk die op cultuur toeneemt nu met de huidige regering? Nou, dat vind ik ben 62, maar dat vind ik voor jonge lui, mensen die heel... gedreven, de academie volgen, denk ik, verdomme, die krijgen toch een harde dobber. Ik bedoel, mijn leven zit van een heel stuk erop. En ik krijg een stuk pensioen, dus als ik niet zou werken, dat maakte voor mij financieel niks uit. Dus die economie is voor mij niet meer van toepassing. Maar ik vind het wel heel erg. Wat zou oplossingen zijn? Zou je daar een idee van hebben, van... Wat kun je die mensen meegeven als handigheid om... Ja, maar de mensen die denken politiek moet veranderen. En een stukje van het bedrijfsleven, denk ik. Ik vind heel erg, net in Boxmeer bijvoorbeeld, die 1%-regeling er niet is voor kunst.
Dat is toch verschrikkelijk? En dan denk ik, nou, als je dan hoort in bedrijven dat mensen met de gouden handdruk weggaan, dan denk ik, Jezus, waar hebben we het over? Gaat dan over miljoenen en de kunsten gaat dan soms over tonnen, vindt iedereen dan al verschrikkelijk veel. Meestal gaat het over duizenden gulden, euro's. Denk ik, nou, alsjeblieft zeggen, laat mensen daarmee en experimenteren en mag een keer mislukken en mag een keer niet zo mooi zijn of goed of weet ik veel. Nee, ik denk zonder kunst zou het leven heel, heel saai worden. Zonder muziek ook, maar ja goed, het is ook een onderdeel van kunst. Vind ik een heerlijk gevoel om te denken van, oh wauw, dit is een stuk van mijn leven, hier voel ik me heel goed, hier voel ik me het beste.